ben beeldend kunstenaar. En tijdens mijn studie heb ik een workshop elektronische muziek gedaan van een geluidskunstenaar. En normaal, ja, ik ben altijd met tekeningen bezig. En in mijn tekeningen verschenen ook wel op een gegeven moment teksten. Of bepaalde personages, bepaalde verhalen. En eigenlijk door die workshop elektronische muziek werd me fantasie nog meer geprikkeld. En ben ik daar eigenlijk een soort van songteksten gaan maken. En als ik optreed, dan heb ik een alter ego, dat heet Weekmaker. En want ik had een onderzoek gedaan in tekeningen naar zo van wat is het om voor een publiek te staan of zo. Want er was in een periode dat The Voice, weet je, nee, dat was hoe heet het, dat andere programma, Popstars, allemaal van die talentenshows. En ik vond het echt fascinerend dat hoe mensen dat, hoe dat hele mechanisme van mensen gaan zingen en je gaat op het podium en het heel Nederland gaat erin mee. En ik vond dat, ja, de dacht van, hey, iedereen wordt eigenlijk week voor de artiest of zo. Dus daar kwam die naam Weekmaker ook vandaan. En dat is een beetje verder gaan groeien. En iedere keer, soms als ik tekening maak, bijvoorbeeld, ik heb hier een tekening over honden. Mensen en hond. Dus in mijn tekeningen komen veel dingen voor over de natuur of over dieren of over apen. Dan heb ik soms alweer zin in mijn hoofd waar eigenlijk weer een tekst of een lied uit voorkomt. Dus het is een soort van wisselwerking. Tekeningen als uitgangspunt en die performers die daaruit uit voortkomen. En wat ik wel heel mooi vind aan die elektronische muziek, dat ja, dit apparaat is oorspronkelijk bedoeld in de house scene om bij DJ's te mixen dan geluiden eigenlijk mee. En ik vond het interessant om te kijken, kan je ook echt liedjes maken met zo'n elektronisch apparaat? Dus dat je meer een melodie, het is een soort van loopmachine, dus na 48 maten loopt hij zichzelf weer. Dus dan krijg je weer een herhaling van het geluid. En er zitten 8 sporen onder, dus je kan een soort van patroon, je kan een soort van melodie creëren eigenlijk met die muziek. Met dat apparaat. Dus dat vond ik eigenlijk om het proberen op een andere manier te gebruiken. En dan die combinatie van teksten die soms ook wel heel, ze hebben wel iets humorachtigs in zich. Of ze zijn ook wel een beetje droog. En ze zijn soms ook een beetje, ook wel weer, een soort van staccato zit erin of zo. Het is soms ook een beetje poëzie, rapachtige invloeden. Dat geeft een soort van, ik vond het wel een spannende wisselwerking. Het apparaat, het is een, dat heet een Roland 303. Dat is zo'n combinatie tussen sequencer, drumcomputer en synthesizer. En echt de geluiden die ook een beetje maakt en de manier waarop je ermee werkt, vind ik soms ook een beetje alsof het soort van, net alsof je het aan het tekenen bent ook. Dus als ik kijk naar sommige, hoe ik mijn tekeningen opbouw, is het soms ook met een soort van, ritme of grid. Een soort van staccato-achtige manier van tekenen. En daaromheen, dat zijn weer wat organische vormen. Dus ik gevoelsmatig had ik er ook meteen iets heel erg, wel iets mee. Zo van, er komen dingen bij elkaar die ook, je kan ook heel intuïtief namelijk werken met dat apparaat. Het klinkt heel elektronisch en mechanisch, maar je kan eigenlijk heel intuïtief, gevoelsmatig die patronen opnemen. Je kan iets spelen, je kan iets uitproberen en dan neem je weer een ander patroon erover op of je kan weer iets wissen. Dus het is net als gummen. Dus je bent er, misschien is het ook wel een soort van tekenapparaat op die manier. Dus dat vond ik wel heel mooi eraan, dat je... Dat je eigenlijk zo, je kan in lagen kan je een muziekstuk opbouwen. En dat is, dat vind ik wel heel mooi eraan. Ja, en ik weet niet of ik echt een boodschap heb, maar ik vind het wel leuk om de verhalen die in mijn tekeningen ontstaan, om dat ook op een andere manier. Er komt een soort van. Als je met woorden bezig bent, het is toch een andere manier van iets registreren. En dat of ik echt. Nee, ik heb niet echt een wereldboodschap op die of zo. Ik vind gewoon. Het zijn dingen of de relatie tussen mens en natuur, of hoe we als mens met de natuur omgaan. Dat schrijf ik dan wel teksten over. En dat zo van bijvoorbeeld, ik heb een lied dat gaat over. Dat heet Transplantage. Het gaat over hoe de natuur die de stad overneemt.
eigenlijk. Dus in de plaats van andersom, dat de mens altijd maar, weet je wel, we banen onze weg door die natuur. Heb ik hier een soort van, ja, dat was ook naar aanleiding van het verhaal van, volgens mij is dat van W.F. Hermans, De Ranonkel heet het. Het is ook een heel dun boekje, ja, dat gaat ook over een soort van wildgroei van planten. En dat, weet je, dat heb je daar, met tekst kan je ook al heel, ja, als je een soort van beelden oproepen en door te zingen, door het voor te dragen, dan komt er, ja, het is een heel directe manier van communiceren zo. Wel bij openingen van kunstenaarsinitiatieven of poëziefestival Wintertuin in Nijmegen en performanceavonden bij kunstenaarsinitiatieven. Dus een beetje op dat soort plekken, ja. Ik heb nog een paar keer bij de Nieuwe Anita opgetreden. Dat is een beetje meer een soort van alternatieve huiskamercafé. Die ook wel avonden organiseert. Waar een beetje singer-songwriters en allerlei. Ja, of er komen dichters, of singer-songwriters. Komt van een soort van mix. Wordt er dan samengesteld voor een avond. Dus op, ja, dat soort plekken. Ja. Ik heb mijn website, dat is www.gerbenhermanus.nl. En ook, ja, daar staat onder muziek en performance staat ook dus mijn alter ego, Weekmaker. En er staan een paar YouTube filmpjes, heb ik embedded. Dus daar kan je wat meer zien van hoe en wat. Ja. Oh.